meneer, met je stokje, aanraken, met je stokje. En stap, stap het niet, gaan wegrijden. Ik ben zo boos. En weer met je linkerbeen. Tikje, zit daar, boven is dat wel, langzaam, en weer stap. Mieke, als je aanraakt, zo zit. Je, alleen maar je... Contract, je zit voelen. Alleen maar je zit voelen. Dus niet de benen voelen, je zit voelen. Zo zit, zo aanraken. Nee hoor, komt rest van moeder. Komt uit, nu voor je rechterbeen. Goed, en draag er even door, hè? Dan wordt je de zuur van. Probeer door. Probeer met je stokje rechts aan te draaien, Mieke. Aan te draaien. Tik je, Mieke? Jawa, jawa. En nou ga je draaien, Mieke, nou ga je hetzelfde doen wat je net deed. Houd contact met de mond. Niet harder draaien, Mieke. Goed zo. Is die makkelijk of niet? Dat is echt waar, dat wil ik echt hoor. Kijk maar, dat wil ik echt. Ja, dat is voor je kijk, dat is geen garantie. Maar het werkt wel. Niet harder aan die kijk. Naar twee kleuren klaar. Goed zo, Wendy. Wendy, vooral het paard dat dan de ene kant meer vasthoudt, hè, dan werkt het heel goed als jij in die kant of die kant voor dat been opzij kunt kijken. Dat is super, dat is super. Wendy, gaan we dus even stappen op de korte zijde bij A. Mooi, ik hou contact met de mond nu. En Wendy, nou laat de kant nog één keer zo opzij zetten voor je buitenbeen, voor je rechterbeen. Goed zo nu. Opzij voor je rechterbeen. Probeer minder met je stok opzij te zetten. Klein tikje zetten. Probeer daar goed dat kindje aan te draaien. Ja, 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 en is dat, en is dat. Ik weet niet of je het voelt, Wendy, maar toch nog een keer. Als het goed is, voel je dan op een gegeven moment dat je paard meer onder jou aandraaft in plaats van onder je uit aan te draaien. Dus daarbij wil ik dat aandraaf kleiner. Dat je met zo'n achterbeen moet klein, klein, klein. Goed, goed. Nog een keer, iets veel opzij zijn. Ja, en dan daarom aandraaf. Heel klein, ja, ja, ga maar door. Je moet het net iets langer volhouden, maar het is al beter hoor. Goed zo. Weet je wat ook heel frappant is, Wendy? Als je dit meer meepakt, gaat het paard ook makkelijker galopperen. In grip hebben ze die heupen ook nodig. Snap je? Neem het daarom. Dus als je die gymnastiek meeneemt, dan gaat die hoge gewichten in meedoen. En om goed te galopperen, moet ze ook de hoge gewichten mee laten doen. Goed zo, Wendy. Goed zo niet. Hoe voelt het? Gaan we op de stand? Nog één keer opzij zetten aan de lange zijde voor je buiten. Hou me hoog, Mieke. Mieke, luister eens.